Goedemorgen. En daar is het broertje van de spin uit de vorige vlog. Fuck. Sterre is weer naar school gebracht, dus ik ben even de MT gegaan om wat boodschapjes te halen. Ik heb carpaccio gehaald voor op een broodje. De Spa Duo is in de aanbieding voor 1 euro bij de MT. En dit is echt mijn favoriet met limoen en gember. Dus een grote versie en een kleine versie voor morgen in de trein. Een innocent smoothie voor straks. En ik had zin om vanavond stamppot hutspot te eten. Dus dat heb ik gehaald. En Roy's favoriete worstjes. Want ja, dat moet ook af en toe, hè, wat lekkers op de bank. Dus nou, daar heb ik dit gehaald. En dan ga ik even opruimen. En dan ga ik eerst maar eens mijn mailtjes wegwerken. Het is vandaag dinsdagochtend. Ik heb net Sterren naar school gebracht. Ik ben lekker gedoucht en een beetje opgetut. En ik heb mijn spullen klaarstaan, want ik ga zo naar Amsterdam voor het open dag evenement van de Body Shop en nog een paar merken. Dus ja, daar ga ik zo heen. En ik heb al contact gehad met Cassandra van Mom Ambition. Dus hopelijk, daar heb ik al 2 jaar contact mee hoor, via een appgroep, WhatsApp groep. Maar we hadden net even privé contact met elkaar van, hey, ga je ook? Ja. Maar zij was al onderweg, dus hopelijk meeten we elkaar vandaag voor het eerst in Amsterdam, in het centrum. En ik zou eigenlijk om 9:30 weggaan, maar ik ga dan even iets eerder weg. Een uurtje denk ik, want dan, ik wil ook nog even op Amsterdam Centraal winkelen, want ik zag dat daar Kiko zit en zo. En dan wil ik natuurlijk ook even binnenlopen. Maar goed, ik heb mijn nieuwe kleren aan die ik zaterdag in de vlog heb laten zien. Of, nou ja, de vorige week vlog dus, maar dan op zaterdag. Dat ik een beetje netjes ben, maar ik twijfelde of ik een winterjas aan zou doen. Maar of ik een winterjas aan zou doen of een blazertje. En net is natuurlijk een blazertje, maar het is echt zo koud. Dus ik trek mijn nieuwe winterjas aan, want die heb ik op mijn verjaardag heb ik die nieuw gekocht, 3 september. Van het verjaardaggeld. Die is ook wel netjes voor, maar die zit wat warmer. En het is echt zo koud, dus dat heb ik wel nodig. En toen dacht ik even later, want het is altijd een beetje net of dat je naar een mini fashion show gaat op evenementen. Want sommige mensen die staan volgens mij uren zich klaar te maken. En het is helemaal leuk hoor dat ze dat doen, maar dan kom ik daar in een spijkerbroek en een shirtje en denk Dus ik wilde mijn nieuwe enkellaarsje aan, er zit een hakje onder en die zijn wat netter en zo. Alleen die had ik vorige week naar Rotterdam aan en toen waren mijn voeten helemaal kapot gegaan. Aan het einde van de dag niks van gemerkt, op de dag zelf, maar ik deze uit, toen zag ik het. En mijn voeten doen nog steeds zeer. En ik weet dat ik vandaag heel veel moet gaan lopen in Amsterdam. Want ja, ik ben er waarschijnlijk rond 1, 2 uur en ik ga pas rond 8:30 weg. En dat is een hele lange dag om op schoenen te lopen die niet zo lekker zitten. Dus ik heb ook gewoon mijn zwarte Adidas sneakers aan. Ja, het is misschien niet heel fashionable, maar daar moet ik dan ook maar aan denken. Dat het lekker zit, dat vind ik belangrijker. Ja, ook wel dat netjes is, maar ja, helaas. Ik ben niet heel van de fashion en de mode, ik ben gewoon lekker mezelf. Maar goed, ik ga Febe naar laten, want die staat buiten. Ja, dan ga ik maar naar het station toe, naar Hengelo Oost. Oh, ik ben minder zenuwachtig dan vorige week. Maar ik vind het nog steeds een dingetje. En ik vind het echt wel heel lief dat er dan mensen het opvallen van... Hey, Bianca, wat goed dat je het doet. En super knap, want we weten hoe eng je het vindt en zo. En hoe spannend. Maar toch super dat je het doet. En denk, ja. Dus ik ben vooral benieuwd hoe ik vanavond thuis kom. En hoe laat ik thuis kom. Dat is ook zoiets dat ik denk van... Maar dat zien we vanzelf wel. Gisteren dus naar Amsterdam geweest. En ik heb echt een super, super leuke dag gehad. Het was, mijn eerste keer naar Amsterdam met de trein. Het was echt super, super. Het was echt heel makkelijk. Dat ik dat echt nooit eerder heb gedaan. Dat snap ik niet. Maar goed, appeltje eitje. Dus dat ga ik de volgende keer gewoon weer lekker doen. En ik ben dan naar een evenement. Ik zei dat het was bij een perbureau. En ik zei dat de bodyshop daar ook zou zijn. En die zit wel bij dat PR-bureau, maar de bodyshop zelf was er niet. Maar wel andere merken die je kent, zoals Lavera, Nonique. Ik noem het Nonique eigenlijk al jaren, maar je spreekt het uit als Nonique. Wat was er nog meer? Natuurlijk Rooibos was er.
ja, weet je, er stonden allemaal steentjes van de merk, van heel veel merken die bij dat PR-bureau horen. En eigenlijk ken ik al die merken, daar heb ik al persoonlijk mailcontact mee gehad in de loop der jaren. Of ik ken al best wel veel producten ervan die ik gereviewd heb. Maar nou zag ik dan mensen achter het merk. De mensen die dan mailen, die heb ik in het echt leren kennen. En echt best wel lang met iedereen samen kletsen. Dus dat vond ik zo leuk. Dat ik denk van, ja, daarvoor ga ik graag dan naar zo'n evenement. Niet voor de, ja, ook voor de producten te zien en zo. Maar die zie je ook vaak in een persbericht. Of dat ik ze zelf heb gekocht of test. Maar gewoon ook de mensen achter het merk. En te horen hoe enthousiast iedereen is. En ja, dat vind ik gewoon echt heel leuk. Want zoals La Vera en Nonike gebruik ik al 3 jaar. 3, 4 jaar. En zo, ja, natuurlijk rooibos is bijvoorbeeld een merk wat ik de afgelopen maanden heb leren kennen. Ik heb pas daarvan 3 producten een review geschreven. Dus ja, dat, zo leuk om gewoon dan even de contacten te leggen en te kletsen. En ook de meiden van het PR-bureau was super gezellig. En ik heb ook een paar bloggers die ik zelf al jaren ken eigenlijk online. Of zelf lees, ik ken ze niet, maar lees. Heb ik ook mee gesproken en zo. Zoals Teddy, en die werkt nu bij dat PR-bureau. Vind ik echt gewoon zo leuk. Ik denk, waarom ben ik niet vaker naar dat soort evenementen zo gegaan? Ja, het wordt niet, ik weet niet, open dagen was het op uitnodiging. Maar ik vond het gewoon hartstikke leuk. En daarna ben ik, want ik heb Cassandra daar voor het eerst gezien. Ik zit met haar dan in een WhatsApp groep al 2 jaar. En ik heb haar in het echt leren kennen. En wat is zij enthousiast en vrolijk en lief en een warm persoon. Dus echt geweldig. We hebben op een gegeven moment, we hebben volgens mij 3 uur. Ik ben 3 uur bij die middag geweest. En zij iets van 4 uur. En we hebben samen veel zitten kletsen. En we zijn daarna nog samen in de stad in geweest. We zijn lekker wezen eten. Daar heb ik een filmpje van gezien. Ik heb niet heel veel gevlogd door de gezelligheid. En we zijn nog op de Bijenkoffer geweest. Daar hebben we lekker geshopt. En we wilden daarna naar Clarence gaan. En we ook naar Hudson Bay. Ook weer iets hoor, typisch mij. Echt. Ik dacht dat het gewoon een counteropening zou zijn. Maar het was echt de allerofficiële opening van Hudson Bay. Gala. Weet ik. Helemaal fancy. Kom ik aan met mijn spijkerbroek en mijn shirtje. Dus ik ben... Uiteindelijk dacht ik, ik ga niet. Want ik voelde me zo voor... gek. Ik wil dan een ander woord zeggen. Zo voor gek staan. Dat ik dacht, nee. Dat ga ik niet doen. Echt niet. Iedereen was zo netjes gekleed. Het was hartstikke druk. Dan had ik trouwens ook de trein naar huis niet gered. Cassandra dan ook niet. Want mijn trein ging al om 8:30, 9:15. En het was om 8:00 de opening. En het was eerst kletsen en druk en zo. Dat ik dacht, ja, maar dan... Dus helaas. Maar dat komt vast nog wel een keertje, hoop ik. Zo'n leuke uitnodiging. En anders, ja. Ik hou jullie sowieso op de hoogte ervan met de producten. Maar dat is dus niet doorgegaan. Dus we zijn samen de Bijenkorf even ingedoken. Wow. Echt die merken. Dat is gewoon echt super luxe en high-end. En ik dacht, wow. Ooit op een dag heb ik zo'n handtas. Of niet. Ja, heeft niet. Maar in ieder geval... Ik ben daar dus ook de beauty afdeling op geweest. En... Oh, dat was wel grappig. Ik zei tegen Kastan, ik mag helemaal niet zoveel shoppen. Ik wil wel 1 dingetje kopen. En uiteindelijk heb ik best wel wat gekocht nog. Ik ga jullie dat ook even laten zien. Vind ik wel leuk. Ik draai even de camera om. En ik laat het aan jullie zien. Ik laat niet alles in detail zien. Maar dat komt vast nog wel in review op pinkies.nl. Dus hou zeker ook even. Er zijn een paar sampletjes die in de goodiebag zaten van het PR-bureau. Ik heb bij Kiehl's, bij de Bijenkorf, heb ik een masker gekocht. Calendula Aloe Soothing Hydration Mask. Dit is mijn eerste Kiehl's product, maar ik hoor zoveel goede verhalen over het merk dat ik het zelf ook wil proberen. En de geur van dit product is echt hemels. Ik schrok een heel klein beetje van de prijs. Maar ja, ik weet eigenlijk ook dat het een wat high-end merk is. Want dit maskertje was €45. Maar goed, ik ga er ook heel lang hopelijk van genieten. Dus hier zien jullie vanzelf een review van pinkie.nl. Ik heb de lipscript, bubblegum lipscript meegenomen van Lush. Ik had hier de sampletjes staan. Ik zei vanmorgen tegen Sterre, want zij wilde dit proberen. Ik zeg, dat is goed hoor. Dus dat body creme van Treat van de nieuwe lijn. En ze dacht dat dit dus ook een sample was. Want ja, het potje is natuurlijk niet zo heel groot. En ze zag bubblegum staan. En ze zei, oh, mag ik die lipscript hebben? Ik zeg, nee schat. Doe maar niet, want dit potje was ook €9 of zo.
als het niet duurder is. Maar dat geeft niet, want ze dacht lekker. Maar een kind van 9 hoeft natuurlijk nog geen lipscrub te hebben. Kijk, dat ze een bodycream of smeer, prima. Maar lipscrub, dat hoeft nog niet van mij. De Comfort, een douchegel. Dit ruikt super lekker. Maar hij gaat uit het assortiment. Dus ik dacht bij Lush, ik neem even een klein flesje mee. Bij Kiko heb ik 2 lipsticks meegenomen. Oh, laat weer wat vallen. Van, die waren uit de basic line van 3,95 per stuk. Ben ik heel benieuwd naar. Een sheet maskertje. Nog wat samples. Ik heb een blush gekocht van Charlotte Tilbury. En als je denkt, Bianca, waarom laat je de producten nou niet beter zien? Ik wil misschien nog een shoplog van de week opnemen. Want ik heb nog wat producten gekocht de afgelopen week. En dan laat ik het wel beter zien. Dus dan is het een beetje dubbel als ik dat nu doe. Maar ik heb al de hele tijd producten van Charlotte Tilbury op mijn wishlist staan. Maar ik wist niet zo goed. Online vind ik dat toch moeilijk. Dus ik heb staan zwartje. En ben voor deze blush gegaan gelukkig. Maar dat ik heb staan zwartje. Want ik had ook een oogschaduwpalet gezien die ik wilde hebben. Quattro. Maar die pigmentatie viel best wel tegen. Dus ik dacht, ik ga voor de blush. Bij Chanel heb ik een lipproduct gekocht. En dat wordt dan zo leuk ingepakt. Dus dat vind ik super. En volgens mij is dat alles wat ik gekocht heb. En dit zat ook in de goodie bag. Wacht even, ik pak hem even uit. Dat is van Fondos. Die maakt hele mooie kerstballen. Nou, het is geen bal, decoratie voor een kerstboom. En dit is een spekje. Echt, ik heb gisteren zulke mooie creaties gezien. En ik vind dit zo leuk. Dat ik denk, ja, echt. Binnenkort kun je dat als, normaal kun je dat alleen als bedrijf kopen. Maar ze gaan het ook als webshop doen, zeg maar, voor iedereen. Niet gesponsord dit hoor, maar ik ben echt heel enthousiast erover. Ik vind dit zo leuk. Ik zei al tegen Roy, ik weet niet of ik het echt in de kerstboom ga hangen. Maar het komt sowieso mijn werkkamer als decoratie te hangen. Misschien dat ik er een paar bij bestel. Ik vind dat echt heel vrolijk. Ik vind dat leuk. En Sterre was ook al enthousiast. Dus, nou ja. Als je wil kijken, daar kan het. Ik heb geen idee hoeveel ze kosten en zo, maar dat komt denk ik vanzelf online te staan. Deze donderdagochtend ben ik weer lekker aan het werk. Ik zit eigenlijk alleen maar in mijn werkkamer als ik me aan het opmaken ben en foto's maken. Want dat doe ik hier bij het raam en dan heb ik het licht goed op me. En ja, dat is eigenlijk altijd wel goed licht. Dan hoef ik geen daglichtlampen te kopen. Zo doe ik het al 3 jaar eigenlijk en dat werkt goed. Je ziet alleen altijd die puinzooi op de achtergrond een beetje. Dat is een dingetje wat ik nog wel wil verbeteren ooit in de toekomst. Maar elke keer als ik de kamer hier heb opgeruimd, dan is het een paar dagen later weer een zooi. En niet alleen mijn beauty ding hoor. Gewoon als ik denk de wasmand moet even weggezet worden. Of een doos of iets huishoudelijks. Dan is het meestal in dit kamertje. Want dit is de enige kamer die over is. Sterren slaapkamer, wij hebben slaapkamer. En dan hebben we deze kamer nog. Dus dit is eigenlijk ook een beetje een rommelkamer geworden. Maar goed, ik ben de highlighters van Hema aan het fotograferen. Tenminste, ik heb van de week al 1 look gemaakt met de highlighter. En dit is de 2e highlighter. Wacht even. Ik hoop dat jullie het licht een beetje. Kijk. Dat is dus. Ik zet gauw mijn bril op, anders zie ik niks. Dat is Moonlight. En oh, die is 5 euro. En dan zo'n, nou, glans en pigment is echt geweldig. Maar goed, de rest ga jullie zelf maar kijken in de review als die online staat. Ik weet heel niet wanneer die online komt. Of dat voor of na deze vlog is. Maar anders hebben jullie vast een sneak preview. Maar wat dus ook zo is, ik maak dan een look met diverse producten. En die zet ik, ik moet even goed zitten hoor. En die zet ik dan op de foto voor een look. En daar heb ik toevallig een keer mijn YSL lipstick op gedaan. Vulfusje. Nee, dat is MAC Vulfusje. Ja. Ik weet even niet hoe die heet. Maar ik dacht, doe die even op. Want het ging me eigenlijk alleen om de highlighter bij deze look en de mascara. Dus die heb ik allebei gefotografeerd. Met andere kleding net aan. Dus nu heb ik snel een ander shirtje aangedaan. Dan ga ik de lipstick afdoen. En een beetje make-up bijwerken. Niet te donker worden dan. En de nieuwe Chanel lipstick fotograferen. En testen. Nou, testen doe ik de komende dagen. Maar dan heb ik in ieder geval een zwarte foto voor het artikel. Dus dat ben ik vandaag aan het doen. Ik moet zo straks nog een editorial afschrijven. En ik heb een pakketje gekregen van Bed Supply. Die heb ik al uitgepakt. Maar daar ben ik echt heel blij mee. Dat moet ik ook nog even fotograferen. En dat laat ik straks misschien ook wel jullie zien. Maar ik heb vandaag gewoon tot 5 uur de tijd. Want Sterre zit tot 3 op school. Ze blijft tussendoor over. En daarna gaat ze met een vriendinnetje mee spelen. Dus ik heb gewoon tot 5 uur chill
de tijd om te werken. Ik ben vooruit aan het werken voor de komende tijd. Want ik merk dat als ik alles elke dag een dag van tevoren moet doen, dat het gehaast wordt. En ook niet zo heel leuk. En dan kun je zeggen, ja, één artikel, hoeveel werk is dat? Daar vergis je nog eens in hoeveel werk daarin zit. Want het is het testen, het is het fotograferen, het bewerken van de foto's. Ja, doe ik dat niet à la Photoshop, maar gewoon even de formaat van de afbeelding en de kleuren net iets mooier tot terecht komen. Dat ze werkelijk de kleuren zijn, want mijn camera is wat ouder. Dus dat en dan ook nog het schrijven en het promoten van het artikel. Jullie doen het op social media inplannen en dus er komt nog genoeg werk bij. Dus ik zit te proberen om dat een beetje vooruit te werken. Echt, ik heb last van mijn hand. Gisteren heb ik ook al bijna niet gevlogd, want ja, toen was ik moe van, wanneer was ik weg? Dinsdag. Dus ik ga even dit verder afmaken en dan zien jullie me straks vandaag tussendoor vanzelf nog wel verschijnen. Het is bijna 11 uur, het was zondagochtend. En ik wou dat ik kon zeggen van, ik kom net per se op bed, ik heb lekker uitgeslapen. Maar ik zat om 7:30 al beneden op de bank te werken. Want ik moest gisteren eigenlijk wat afmaken voor maandagochtend. Maar dan had ik gisteren geen zin meer in. Ik ben wezen winkelen met mijn schoonmoeder. En dan ben ik s'avonds gewoon naar de boodschappen doen, winkelen en alles. Was ik gewoon moe. En ik had zin om lekker met rode bank te hangen en CSI te kijken. Dus dat heb ik vanmorgen vroeg maar afgemaakt, zodat de hele dag daar niet meer zorgen om hoef te maken. Dat het gewoon naar de opdrachtgever gemaild kan worden. Dat het klaar is. En het artikel van morgen zelf voor Pink.nl staat ook al klaar. Dus ik ga deze vandaag niet meer vloggen. Ik ga nog wel foto's maken en de vlog dan. En voor de rest ook gewoon weekend houden. Daar heb ik zin in. Maar ik heb nog niks gedaan. Dus vandaar dat ik er ook een beetje moe en verlept uitzie. Vanmiddag komt Sterre thuis. Want die is het weekend bij haar vader geweest. En ik heb mijn moeder net gesproken, want die zijn hier straks in de buurt. Die gaan dit weekend, vandaag, zondag op maandag, naar Preston Palace. Dat hebben ze toch gekregen, of mijn vader heeft dat toch gekregen van mijn broer en mij voor zijn 65e verjaardag. Oh, sorry, mail. Even geluid uit. Dus daar gaan ze vandaag heen, maar ze zouden hierheen komen om de hond te brengen. Zodat wij een nachtje op Luna stond kunnen letten, want dan hoeft hij niet alleen thuis te blijven, want dat is zielig. Maar dat gaat niet door, die gaat naar de buurvrouw, dus we zien ze vandaag niet. Dat vind ik jammer, want ik zie mijn ouders niet zo heel vaak meer. En ja, stiekem een beetje heimwee of zoiets. Ik vind dat toch jammer. En nou zie ik ze vandaag ook niet, dus dat gaat niet door. En dan is het maar afwachten wanneer we elkaar weer zien. Binnenkort denk ik maar even een datum plannen. Dus, dat heb ik vanmorgen gedaan. Het is 11 uur en ik heb 2-3 was gedraaid, huis opgeruimd, bla bla. Weet je, de huishoudelijke dingen moeten ook gebeuren. Ik loop een beetje achter. Het is echt wel... Als ik dan wat meer bezig ben met mijn werk, dan heb ik niet heel veel tijd voor andere dingen. En ik moet het wel doen, want Roy is ook gewoon de hele week aan het werk. En is laat thuis, dus daar heeft hij ook geen tijd voor. Dus dan ga ik vandaag chill opruimen. En ik wacht dan lekker tot Sterre thuis is vanmiddag. En ik ga me een beetje opmaken. En vandaag neem ik jullie weer mee. Maar als jullie denken van waarom gisteren zo weinig, of vrijdag was ik ook druk. En gisteren was ik dan aan het shoppen met mijn moeder. En we waren bij mijn schoonouders eventjes en zo, maar... Ik vind het een beetje vreemd om dan te gaan vloggen. Ik bedoel, ja, ik moet er nog even aan wennen. Maar ik ben, schoonvader en Roy, mijn vriend, die zijn samen op pad geweest om iets te halen. Maar die moesten 2,5 uur terugrijden. Ze hadden mijn schoonmoeder en ik zoiets van, wij gaan shoppen. En dat hebben we tot 2:30 gedaan. En een broodje gegeten met elkaar. En zijn we weer naar huis gegaan. Ik heb een hele mooie trui gekocht bij Miss Ethan. Wel met korte mouwen, maar ik vind hem niet Miss Ethan. MS mode. En ik vond hem zo mooi dat ik hem van de week waarschijnlijk ook in de kaki ga halen. Want ik dacht, het stond ook niet gelijk gedaan. Als ik iets mooi vind, dan koop ik het dubbel qua kleding. En ik heb nieuwe oorbellen gekocht. En iets van Clarins. En iets van Benefit. En eigenlijk was het de bedoeling dat ik gewoon een beetje mee zou gaan om te kijken en zo. Want ik heb afgelopen week al best wel veel gehad. Dat ging in de Bijenkorf. Dus ik mag de komende weken toch even niet meer zoveel uitgeven. Want we gaan ook volgend jaar 2 weken op vakantie en zo. Dan wil ik ook versparen. En ik ben er zo slecht in. Maar goed, ik ga even mezelf een beetje doodbaar maken. Dus dit is before. En dit is after. Na een laagje make-up en andere kleren en de haren doen. Een nieuwe oorbellen in. Ik vind ze zo gaaf. Maar in ieder geval, dat. Ik weet niet, gisteren kregen we wat op de deurmat, zeg maar, qua post.
En vroeger, en dan klink ik echt heel oud, maar toen ik nog jong was, nou klink ik nog ouder, toen kreeg je zeg maar rond Sinterklaas, eigenlijk een paar maanden ervoor, of een paar weken, niet maanden, kreeg je het grote speelgoedboek van Bart Smit, van de Intertoys, en die waren hartstikke dik. En de Bart Smit is er ondertussen niet meer, dus het is nu alleen nog Intertoys. En die kregen we gisteren. Ik dacht, hé, hey, leuk, dat is voor sterren wel leuk als ze inspiratie op doen. We doen de komende decembermaand niet heel veel cadeautjes meer, want het wordt, ja, het is 9,5 en het heeft al heel veel speelgoed. Dus wij doen het op een andere manier. Maar toen kregen we dus het boek binnen. Dit boek. Moet je zien hoe dun. Ik weet niet, maar het is meer een magazine geworden. Prima, maar waar is dat boek van vroeger gebleven? Waarom is hij 3 keer zo dun geworden of zo? Staat er minder in? Is er minder speelgoed? Ik denk ook omdat iedereen tegenwoordig alles online doet, dat het boek ook niet meer heel veel uitmaakt. Maar heel veel kinderen vinden dat leuk om nog te knutselen eruit en dan een soort moodboard of visionboard te maken, of hoe dat dan ook heet. En dat ze opplakken wat ze dan graag willen hebben, een wishlist zeg maar, en dan in de schoen stoppen, weet ik het. Maar ik zag het boek en denk, die is wel 3 keer zo dun geworden. Ik weet niet of het niet 4 keer is, maar goed, die ligt klaar voor sterrenmiddag. Was er ook een vlek erin rondneuzen en ja, ik ga rooienvel op. Hij is achter de tuin aan het doen en het is mooi weer. Het is echt 20 graden of zo. Het is ook best wel warm eigenlijk. De zon schijnt, het is lekker warm. Dus ik denk, ik ga hem even helpen en ik ga ook lekker de tuin in. Het is inmiddels zondagavond. Ik heb net lekker gedoucht. En kijk eens wie er weer thuis is. Je hebt ook lekker gedoucht, hè? Ja. En wie komen er zo? Opa en oma. Dus, wij gaan de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei! Doei.